Fonds voor psychische schade van aardbevingen. Het moet niet gekker worden, denk ik dan. Nou, dat lijkt me een goede zaak. Ja, voor de bieromzet inderdaad, ja. De bieromzet ook, ja. Er wordt steeds vaker gebeld. Mensen die ook gewoon voor de telefoon zich niet goed kunnen houden. En echt niet slapen. Constant ermee bezig zijn. Sinds het moment dat de boel hier is gestort, zijn wij hier in het dorpshuis anders gaan denken als bewoners. En wie zegt ons dat bij de volgende klap de boel niet naar beneden komt? Nou, was ik net in Bedum, midden in het, ook in het aardbevingsgebied, bij een slager. En die verkoopt gewoon keurig aardbevingjes. Ja, ja, en de bakkers hier hebben ook al van allerlei bevingsbrood en dergelijk. Dan denk ik, nou, als we er nog een grapje om kunnen maken, dan zal het nog wel meevallen met die emotionele schade. Nou, volgens mij is dat overal wereldwijd zo. Ook bij hele erge dingen, er worden altijd grappen over gemaakt. Er waren toen de tijd veel aardbevingen. En nou ja, dan heb je al snel de naam aardbevingje. En ze zijn schokkend lekker. We kunnen wel met z'n allen hier de hele dag een beetje gaan sippen. Maar daar wordt het in ieder geval niet beter van. Maar een potje met voor de emotionele schade, dat kan geen kwaad dus. Nee, dat is wel echt nodig. Ja, 15 miljoen is het genoeg eigenlijk? Voor mij wel. Voor u persoonlijk, individueel? Ja. Dat zou geen probleem zijn. Mag er nog wel een bevingtje overheen? Nog wel twee. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.